Dit kan niet missen, hè? Zelfgekweekte plantjes langs de weg die te koop staan. Hallo. Hoe is dat? Goed. Ja? Ja, zeker. Hey, wat een kleurexplosie komt op me af, zeg, als ik hier naar binnen loop. Dank je. Zit je al lang op deze plek? Al 36 jaar. We zijn begonnen om eerst de schuur te bouwen. Daar hebben we 5 jaar in gewoond. Ja. En toen de vrije tijd de woning. Oké, en de tuin is in de loop van die tijd ook eigenlijk ontstaan? Ja, we hebben heel veel grond opgevuld. Ja. Want het terrein liep heel schuin naar beneden. Oké. En vandaar dat we nu ook dat hoogteverschil hebben. Ja, je ziet wel een beetje glooien eigenlijk ja, nu. Ja, zeker. En hoe zijn de borders ontstaan? Heb je daar ook eens een plan gemaakt van tevoren? Nee, we zijn dus begonnen met allemaal krijgertjes. Want het was een heel stuk grond waar het niet stond. Ja. En toen kreeg ik een kastje en toen werd ik heel enthousiast. Nou, het ziet er hartstikke mooi uit. Ik ben erg benieuwd om... ik wil graag een rondje lopen. Dat kan. Ja? Ja, zeker. Er is ook gewoon lekker veel kleur in de borders, hè? Ja, ik probeer een beetje op kleur te werken. Ja. Hier een beetje met rode tinten en paarse tinten. Ik probeer heel veel planten uit te laten zaaien. Ja. Maar ik ben altijd wel streng. Als het een kleur is die hier niet past, dan haal ik hem eruit. Anders dan wordt het overal een beetje hetzelfde. Ja, als er echt een gele zou tussen staan, dan haal je hem eruit. Wat me ook echt opvalt, is de lange grote muur die er staat. Staat die helemaal rondom ook, of niet? Ja, die zit helemaal rondom. Ja? En dit is het plekje waar we begonnen zijn. We hebben eerst dit stukje gedaan. Iedere keer een paar stenen opgehaald, totdat we genoeg hadden. En dan hebben we iedere keer weer een stukje erbij aangedaan, totdat we dus helemaal rond gegaan zijn. En wat voor stenen zijn er dan? Dit zijn hele kromme stenen. Die hebben vroeger veel te dicht bij het vuur gelegen. Okay. En dat leek ons leuk om dat te gebruiken voor de muur. En de rechte stenen hebben we dus voor de paadjes gebruikt. Het zijn dezelfde stenen? Het zijn dezelfde stenen. Oh ja. En die kaatsen dus heel veel warmte af. En dan krijg je een heel ander klimaat. Dus er willen heel veel planten die dus eerst echt op de wind stonden, die doen het nu goed. Ja, ze lekker in luwte en in warmte. Ja. Dus de muur, ja, het staat dus niet alleen mooi, wat echt bij de Engelse kotstuin hoort. Maar het heeft ook echt een functie van een ander klimaat creëren. Zeker, ja. Ik heb ook nog een kruidentuin. Ik weet niet of je dat leuk vindt om naar te kijken. Heel erg leuk. Er zijn heel veel saliesoorten die ik allemaal laat bloeien. Er staan heel veel soorten komkommerkruid, heel veel fruitbomen. Heb je ook last van slakken in je tuin? Jazeker heb ik heel veel slakken. Ja, doe je er ook eens tegen? We hebben heel veel klimop op de muren. Er zitten dus heel veel vogels die hier nestelen. We hebben een egeluisje en hier en daar bakken. Dus, ja, want die zinken bakken, daar komen de slakken eigenlijk ook nauwelijks in, hè? Nee. Dit is mijn groentetuin. Kijk, is dat ook hier alles een beetje door elkaar, of niet? Nou, er zit wel structuur in. Het ziet er heel anders uit dan een gewone groentetuin. Is alles ook eetbaar wat hier staat? Jazeker. Ja? Ik kijk dus naar de bladstructuur, naar de fijne en de grove. Ja. Daar heb je dus de kardoen, die heeft echt dat mooie grijze blad. En dan heb je de rabarber, dat grove blad. En dan die citroen uit de Mischia. Dus het ziet er niet alleen mooi uit, maar je kunt ook eens eten uit je eigen tuin. Ja, zeker. Mooie combinatie. Ja.